Hoi, dit is Monique van Moniloom en vandaag heb ik een winactie voor jullie, maar voor iets te winnen moet je dit keer iets doen. Het is namelijk een design contest, dus een ontwerpwedstrijd met als thema Sinterklaas. Vandaar dat ik mijn Sinterklaas en mijn klimpietje van vorig jaar hier heb neergelegd, zodat jullie weten dat het gaat om dit thema. Nou, de prijs is dat ik er een video van maak van jouw ontwerp als jij hebt gewonnen met jouw ontwerp. En daarnaast krijg je ook nog een mooi pakket thuis gestuurd en dat ga ik zo laten zien. Maar eerst ga ik vertellen wat je moet doen. De bedoeling is dat je iets in het thema Sinterklaas zelf ontwerpt, zelf verzint. En dat je dan daar maximaal 2 foto's van opstuurt naar mijn e-mailadres. Ga ik zo nog even laten zien. Er zijn een aantal regels. De eerste regel is, je moet het zelf hebben ontworpen. En dat wil zeggen, meteen nummertje 2, er mag geen ander YouTube filmpje al van zijn. Het mag van alles zijn. Het mag een 2D figuurtje, een plat figuurtje zijn. Het mag 3D zijn. Heel leuk zelfs, want daar is nog niks van Sinterklaas. Het mag een Loomikurumi zijn, dus Amikurumi. Het mag op de haak, het mag op de monstertail, op de gewone Rainbow Loom. Als het maar gemaakt is van Rainbow Loom of van elastiekjes. En je moet het mij ook kunnen laten beschrijven. Zeg, je moet mij ook kunnen laten zien hoe je het hebt gemaakt, anders kan ik het natuurlijk niet namaken. Dus je hoeft die beschrijving niet op te sturen, maar als je gewonnen hebt, dan neem ik contact met je op. En dan moet je wel aan mij kunnen uitleggen hoe je het hebt gemaakt, zodat ik het ook voor je kan maken. Nou, het mag dus van alles zijn. Het is wel zo dat ik graag wil dat het filmpje niet langer dan, dat mag maximaal 2 uur duren. Dus je moet niet iets heel groots maken. Nou ja, in ieder geval dat het binnen 2 uur te maken valt. Anders dan wordt het heel lastig voor mij om daar een filmpje van te maken. Het mogen ook murals zijn. Het is wel zo dat ik zelf deze al heb ontworpen. En nog een paar andere dingen. Dus het mag wel, maar die heb ik zelf ook al. Als je onder de 18 bent, doe dan vooral ook mee. Alleen moet je dan even toestemming vragen aan je ouders. Want als je wint, dan heb ik je adres nodig. En ik zou zeggen tegen iedereen, doe mee, ook als je nog nooit iets zelf hebt gemaakt. Probeer het gewoon. Ten eerste is het hartstikke leuk. Ten tweede, je weet maar nooit of je wint. Nog één dingetje voor de duidelijkheid misschien, is dat als je iets van Loomikurumi maakt, dus Amikurumi, mag het ook zijn van een bestaand haakpatroon. Als je maar zeg maar iets zelf hebt veranderd of omgezet hoe je het maakt voor Rainbow Loom elastiekjes. Dus daar hoef je niet al te moeilijk over te doen. Dan weet je dat dat ook mag. Oké. Okay. Nou, nog één dingetje. Stel nou dat, ik weet natuurlijk niet hoeveel mensen nog loomen en hoeveel mensen dit filmpje gaan bekijken. Dus stel nou dat er maar 1, 2 of 3 inzendingen zijn en ik zie daar echt niks leuks tussen. Dan behoud ik mij het recht voor om geen winnaar te kiezen. En die prijs blijft dan wel bestaan, want dan ga ik of een nieuwe context doen met een open thema, of ik doe hem gewoon als winactie. Dus de prijs zal sowieso iemand winnen. Maar ja, omdat ik niet precies weet hoeveel inzendingen ik krijg, hou ik dat recht eventjes voor me. Nou, wat moet je doen? Je maakt 1 of 2 foto's van je ontwerp. En dat stuur je dan naar dit e-mailadres. Namelijk moniloom@gmail.com. En je hoeft er nog geen beschrijving bij te zetten. Want dat hoef je pas te doen als je hebt gewonnen. Anders zou het wel heel makkelijk zijn natuurlijk. En verder moet ik nog zeggen, nou ja, je kan dus overal aan denken. Hè? Je kan ook denken aan een schoen, die is er bijvoorbeeld nog niet. Aan wat je in je schoen doet. Een zak van Sinterklaas, wat je daarin doet. Muntjes, snoepjes die bij Sinterklaas horen. Een 3D-boot. Een 2D tataai popje is er ook nog niet, bijvoorbeeld, is zeg maar wat, om wat ideeën te geven. En wat kan je winnen? Nou, ten eerste dus maak ik een YouTube filmpje voor je met je naam in beeld en met alle credits naar jou toe. Dus nou, dat is altijd wel leuk.
En dan maar hopen dat heel veel mensen hem gaan maken natuurlijk. En verder heb ik nog een prijzenpakket. En dat bestaat uit een nieuwe Rainbow Loom. Hij zit nog dicht. Dus ik ga hem ook niet openmaken. Maar je ziet wat erin zit. Of dat weet je wel. Gewoon een nieuwe echte Rainbow Loom. Een zakje. En een haaknaald met ijzeren ding. IJzeren ding. Nou ja. Het kan natuurlijk zijn dat je zegt van, oh man, ik heb al tig van die Rainbow Looms. Nou, als je hem niet wil, dan mag je dat ook zeggen. Dan geef ik hem aan nummer 2, bijvoorbeeld, of aan iemand anders. Dat kan ook nog. Maar goed. Verder heb ik geprobeerd nog wat andere leuke dingen erbij te doen. Ik heb een zak om in een beetje in de kerstsfeer, omdat je daarna toch de kerst gaat maken, heb ik een zakje goud van Rainbow Loom. Een zakje rood van Rainbow Loom. Een zakje donkergroen van Rainbow Loom. Ik ga deze Rainbow Loom zelf even onderuit halen. Dus deze drie zakjes. En dan heb ik nog dit zakje van cacao. Ja, er waren mensen die heel moeilijk deze kleur konden vinden nog in de winkels. Dus ik hoop dat iemand denkt, hé, dat vind ik ook leuk, zo'n cacao kleurtje. En dan de meest speciale zakje is dit pastelkleurige zakje. Die is nooit in de winkel hier geweest. Kon je alleen online kopen. Die heb ik in Amerika gekocht. Maar ik doe er eigenlijk niet zoveel mee. En toen dacht ik, dat is eigenlijk een mooie prijs. Omdat dit tenminste ja, nog iets bijzonders is. Dus dit krijg je ook. Dus je krijgt deze 5 zakjes. En een nieuwe Rainbow Loom. En dan verder heb ik nog deze kraaltjes voor kerst. Die vind ik zelf ook heel erg leuk. Kan je allemaal dingetjes mee doen, versieren. Dus die krijg je er ook bij. En voor de liefhebber heb ik ook nog een piepschuime bal. Waar je dus zo'n mooie ornament van kan maken. Zeg maar dat je al die klavertjes 4 hier opprikt met spelden. Hiervoor geldt ook als je denkt, oh ik doe echt niks met een piepschuime bal. Dan zeg je het gewoon als je hebt gewonnen en dan geef ik die aan iemand anders. Maar dit is de prijs. Dus ik hoop dat jullie het een beetje een leuke prijs vinden natuurlijk. Ik hoop vooral dat jullie het leuk vinden om mee te doen. Ik verheug me erop om die foto's te kijken. En ik hoop dat er iets moois bij zit natuurlijk. Wat ik verder nog moet zeggen, hoe lang je de tijd hebt. Je hebt 3 weken de tijd. Je mag tot en met maandag 9 november mag je je foto's opsturen. Hier naartoe dus. En dan ga ik kiezen en dan maak ik op dinsdag 10 november bekend wie er heeft gewonnen. Want dan kan ik namelijk, volgens mij komt Sinterklaas een paar dagen later in het land. Dus dan kan ik nog een beetje op tijd dat filmpje maken voor de winnaar. Ik hoop dat het genoeg tijd is. Nou ja, ik hoop dat jullie meedoen. Vind je het leuk? Schroom niet, doe mee en geef deze video een duimpje omhoog. En ik ben benieuwd en tot de volgende keer. Dag!